Deze zeeslak zie je niet snel over het hoofd. Het is de wulk, een van de grootste slakken in de Noordzee. Zijn schelp kan zo groot worden als een tennisbal. Met de sifon ruikt hij alles uit zijn omgeving. Het is winter en de wulk vangt de geur op van een vruchtbaar vrouwtje. Ze tasten elkaar uitgebreid af. We geven ze even wat privacy. Het is gelukt. Het wulkenvrouwtje legt een vuistdikke massa met eitjes. Op een plek waar de stroming zorgt voor zuurstof en verversing van het water. De klomp eieren is opgebouwd uit tientallen kapsels. En in ieder kapsel zitten vaak wel 1000 eitjes. Slechts een handvol zal na 2 of 3 maanden levend het kapsel verlaten.